Ja, dames en heren, u zal wel denken, wat krijgen we nou weer? Waar zijn we nou weer terechtgekomen? Maar ik ben hier bij het, ik sta hier al op het bordje ook, Koffietijdplein. Nou ja, dan weet je het eigenlijk al, we gaan naar Koffietijd. En Koffietijd met Loretta Schrijver, onder andere. En die heeft vandaag in de uitzending die André van Duin, waar het hele programma over gaat natuurlijk, want het is weer 50 jaar André van Duin, 50 jaar trots. Nou ja, we gaan er weer van alles van zien. En die Loretta Schrijver heeft ook heel veel met die André van Duin van doen gehad. Dus het leek mij een leuk idee om daar ook even mee een gesprek te hebben. Ze zijn nu bezig met de opname, dus kunnen we gelijk even meekijken hoe dat gaat met die André van Duin. Even kijken, ah, hier zit ze al. De uitzending loopt nu, je hoort haar, Loretta, hoor. Met die André van Duin. Dus het... Oh kijk, hier staat een tv. Kijk, hier is de uitzending bezig. Dat is geweldig. Dat weglopen, dus niet vragen van heb je nog dit of dat gedaan. Nou, ga ik dadelijk graag, als de uitzending klaar is, dan loop ik er even in. En dan vraag ik met die Loretta even een gesprekje hebben over die André van Duin. Hoe dat was, hoe zij met hem heeft samengewerkt natuurlijk. Want het is natuurlijk een leuke samen. Loretta is natuurlijk een leuke vrouw om daar even mee te praten over. We hebben weer een geluid op de band staan. Loretta heeft het geluid weer uitgezocht. En het is dus de bedoeling, dat weet u wel, hè, Amerikaans voorbeeld, dat u weer probeert om het geluid te raden. Welk dier het is. Het is sowieso een dier. Ja. Ja? Ja. We laten het geluid even horen, dat u even kan wennen aan het geluid. Dat was hem. Het is zo fijn dat u zo plezier heeft. Nou, u hoort dus een beetje een wonderlijk geluid, hè? Ja. Het is moeilijk om te, zeggen wat dit nou voor een geluid is. Maar om het wat makkelijker te maken, laten we het geluid nog een keer horen. En Loretta beeldt het dier even voor u uit. Je moet even het dier uitbeelden. Beeld jij het dier even uit. Je moet dus met je voetjes zo heen en weer slaan. Zie je, dat is het dier. Let op wat Loretta nu doet. Ik heb een balletje op mijn neus. Ze heeft een balletje op de neus. Stop, dan moet u het weten. De tijd gaat nu in. Een walrus? Zeg u? Een walrus? Nee, Loretta Schrijver heeft een balletje op haar neus. Een zeehond. Zeg u? Een zeehond. Een zeehond, ja! Goed luisteren, hier komt het geluid. Ja. Dat was hem, Annie. Je nou, minuut maar, gaat... ik weet het niet hoor. Wat zeg je? Ik weet het echt niet. Nee, maar dat is ook de bedoeling. Het zou natuurlijk erg makkelijk zijn als je het nou gelijk al wist, Annie. He? We moeten nou gaan, maar ik help. En Loretta ook, want die gaat het weer uitbeelden zo meteen. Als je er helemaal niet, als je er helemaal niet uitkomt, dan gaat Loretta het weer uitbeelden. He? Dus nou, de minuut gaat nu in. Nou, daar gaan we hoor. Nou, je kan het wel goed nadoen, Annie. Het lukt nog wel, hè? Maar nou, wat voor dier? Wat denk je wat voor dier het is? Zal ik een beetje helpen? Hallo, Annie? Ja? Ja. Zal ik een beetje helpen? Ja, is goed. Nou, het is een dier dat ook in Nederland veel voorkomt. Ja? Ja. Wil je ook de naam hebben of zo? Nou. Het is een dier wat... En hij staat... ja, hij staat in de wei. Ah. Ja, zielig, hè? Nou, met dit weer gaat het nog wel, maar van de winter is het natuurlijk vervelend. Hij staat in de wei en er staat prikkel... Het is mijn sterrenbeeld. Oh, het is Loretta de sterrenbeeld. Nou, kun je nagaan. Een ram? Nee. Wat jammer. Ja, als ik eerlijk... Ja, vind ik niet gek, hoor. Als ik jou zie, denk ik ook altijd, ja... Het zou best wel eens een ram kunnen wezen. Nee, het is geen ram. Hij klimt graag op een koe. Steenbok. Huh? Een steenbok? Nee. Een stier. Een stier! Tot zover Koffietijd voor vandaag. We zijn er natuurlijk morgen weer met een keur aan gasten. Tot morgen. Dag. Het is koffie. Geweldig, 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 geweldig. Mevrouw Schrijver, leuk dat ik u weer een keer mag ontmoeten. Bij Koffietijd, ik stond net te kijken al in de kantine. Dus... Oh ja? Ja, u doet het zo... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is zo... Fuck.
kundig ook wat u doet. Hè. U doet het al een aantal jaren. Ja, ik doe het alweer een jaartje of vier. Ja, inderdaad. En u had André van Duin had u in de... Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk altijd wel... Het is leuk, maar het is ook best nog wel moeilijk. Met Ivan Duin, toch? Ja, nee, hij is... Daar gaan we eigenlijk voor, want we zijn namelijk bezig met een heel programma over 50 jaar André van Duin. Oh ja. En 50 jaar Tros. De Tros bestaat ook 50 jaar. En ik denk dat is natuurlijk leuk om u ook, want u heeft heel veel met Ivan Duin gewerkt ook. Ja, best wel. Ja, nu weer. Had u een tijd niet gezien, nu? Ja, ik had hem best wel... Oh ja, we zien elkaar nog wel eens een keer op een première en zo. Oh ja, maar laten we zeggen, wat langer dan hallo en hoe gaat het met je... had ik hem best wel weer een tijdje niet gezien. Ja, ja, ja. Ik moet zeggen, de warmte straalde ook van het scherm af. U zag, ik zag u wel een koppeltje. Ik denk, dat zou eigenlijk wel wat... Dat kan best, dat zou best kunnen. Ja, ik ben echt gek op André. Echt waar, ja. Ja, ja. Maar goed, wij komen dus voor die André van Duin. En eigenlijk ook, wat heeft u allemaal met hem gedaan? U heeft heel veel met hem samengewerkt ook. Ja, weet u dat wij samen een show hebben gehad? Wie? André en ik. Echt waar? Ja, Het heette in het land, op televisie. Het heette de André en Loretta Show. Nou, wie had dat verzonnen? Ja, dat is ook een briljante genie geweest. Het was ook niet echt een grote show, hoor. Oh. Het waren kleine intermezzo-programmaatjes in een weekend van het Wereld Natuurfonds. U en André van Duin. Ja. En André die had toen bedacht dat hij iets heel leuks zou doen met, in die intermezzo-programmaatjes met dieren. Met dieren? Ja, maar live. En het was dus ook allemaal live dat weekend in de studio in Aalsmeer. En een van de eerste optredens was iets met een kat. Met een kat? Ja, maar die kat die wilde niet. Ach. Die kat die ging echt zo met vier gestrekte poten zo dat decor in. En met vier gestrekte poten hing hij aan een lamp. En hij vloog overal overheen. En weg was die kat. Dat kan niet. En van die hele echt kwam niks terecht. Nee, André heeft er nog wel wat van gemaakt. Toch nog wel, gebouwd, ja. Moet hij maakt er altijd wel wat van natuurlijk. Ja. Ik zet hem er weer op. Als u erachter gaat staan, dan gaan we proberen of deze rakker er meer af wil gooien dan de vorige. 30 seconden, ga nu in. Go! Ja, ja, ja! Oh! Oh, winner! Yo! Komt die 30 seconden lopen nog? De 30 seconden lopen nog. Hij kan er snel op. Oh. Ja, kom maar. En zo snel mogelijk. En go! Hoe heb ik nog? 30 seconden zijn om, jammer nou. Hoe heb ik nog? 4, 3, 2, 1. We gaan balletje doen weer. Net als de eerste keer. Heb je opgelet net? Kon je het zien een beetje? Ja. Goed zien. Ja, ik heb hier, luister, want je hebt balletje niet gezien, dus ik laat hem even ruiken. Balletje. Ik liet hem alleen maar even zien. Nou, ik heb gelukkig nog een reserveballetje. Kijk goed. Kom hier. Kom maar kijken. Maar kijk, ik leg het balletje om. Dus hier is de schotel met het balletje gang. Heb ik gezien. Gaat er overheen. Let op. Ja? Gaat. Woep. 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 Waar zit hij? Bianca, zoeken. 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 Zoeken, Bianca. Waar zit de bal? Zoeken, Bianca. Je hebt net gezien hoe het ging. Heb je het balletje gezien? Eentje proeven? Ja. Oh, lekker hè. Zo. Zo, die is weg. Dus het gaat om dit balletje. Die is ook weg. Het gaat dus om dit balletje. Die is ook weg. Het gaat dus om dit balletje. Ook als typetje kwam die dan, die van Duin. Ja. Kwam die weer bij u thuis. Ja, meneer van Bezij. Jan van Bezij. Gerard van Bezij. Ja. Gerard met die appendobet. Ja. Ja. Die was bij u thuis ook. Ja. Dat is, ja, weet je, want u had veel dieren. Want ik ben meneer Wijdbeens. Ik ben meneer Wijdbeens. Ja. Ja. Jan Wijdbeens. Wel, Jan Wijdbeens en Jan Gerard van Bezij. Ja, u zal wel die denken. Ging op bezoek bij. Ja. Ja. U zal misschien denken, wat sta ik naar binnen te loeren? Maar wij staan hier bij het huis van Loretta Schrijver. Die kent u natuurlijk wel van het RTL Nieuws, hè, waar ze altijd leuk vertelt hoe het hem hier is allemaal met ons in de... Hoe het... Ik geloof dat ik zelf open moet doen, daar wordt hier gebeld. Maar ik heb geen idee hoe... Ah, het gaat van... Ach, toch. Zie je wel, daar heb je er al. Dat is natuurlijk wel grappig. Kom hier. Wie is er? Kom hier. Wie is kom wat? Schobby. Wie? Het is meteen al rommelig, dat wisten we. We weten dus een beetje rommelig vrouwtje geeft niet.
Hallo, Gerard van Bezij. We komen even kijken hoe het is thuis bij Loretta Schrijver natuurlijk. Hij was gelijk achter de honden aan. Ja, en ik ben bang dat ze de straat op rennen. Ja, dat kan niet gebeuren. Het is een druk gebeuren hier natuurlijk. Hè? Ja. Goh, dus hier woont u. Ja? Waar komen we nu? Dit is de hal. Ach, dit is de hal. We waren nog niet in de hal. Nee, dat was het kantoor. Wonderlijk huis. Je komt binnen via een kamer en dan kom je in de hal. Ja, volgens in Amerika doen ze dat ook zo altijd zo. Weet je wel, zoals bij Lucy Ball. Daar kwamen ze ook altijd meteen in de huiskamer. In al die comedy series komen ze. Want daar wou ik het even met u over hebben. Want u bent ook geboren in Amerika ook, hè? Heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Waar ga je nu toe? Hoe is dat gebeurd? Ach, waar komen we nu toch? We komen nu in de keuken. Oh, het is hier rustig. Is dit de keuken? Ja. Dus hier maakt u zelf het eten allemaal klaar? U kookt zelf? Soms. Oh ja? Ja. Nou, maar u bent een keukenprinses of gewoon een... Nou, qua... Ondooien. Qua eten wel, ja. Ja, ja. Wel keukenprinses. Ja, ja, ja. Maar, ja, thank God voor de kant-en-klaar maaltijd. Ja. Hoe is uw seksuele leven? Gaat het goed voor dit is voor de eitjes. Van dus de niet van vanmorgen dat u denkt. Nee. Voor een eitje. Nee. Ach, dit is uw zwembad? Ja. Is ingenomen door de eenden. Die witte, dat is een bergeend. Dat is een bergeend. En die nu in het water zit, dat is een fluiteend. Die fluit. Oh, ze hebben bijna geen eten meer. Dat had ik even moeten vullen. Is toch jammer. Er zitten misschien mensen van het Wereld Natuur Fonds te kijken. Die... Oh. Pak het toch even door de mand nou ineens. Hè? Ja, dan komen je honden weer. Nou, dat geeft niet. Maar u zei, het zijn fluiteenden. Hoe moet ik me dat voorstellen? Doen ze echt dat ze de lipjes tuiten? Ja, nee, ze gaan, maken de snaveltjes open en dan... Wat geluid daar? Dus het lijkt een beetje op fluiten, daarom is het een fluit. Kom maar, ja, kijk eens. Kom maar. Fluit maar even. Laat maar even horen dan, dat je niet kwakt. Kom dan. Nou, eentjes kwaken toch al. Oh. Maar deze fluit. Ja, dat bedoel ik. Maar ja, deze doen nou niks. Nee. Ik ben bang. Maak normaal wat het geluid wat ze normaal maken is? Ja, Zij lachen er niet bij, waarschijnlijk. Dat doen ze. Die heet Bruintje. Bruintje. Omdat die bruin is natuurlijk. Ja, en die het trappertje op gaat heeft. Witteke. Witteke, omdat die witte... Ja. Ja. Zijn ze leuk, kan je ze aanhalen? Ja, of, maar dat is het leukste als ik wat korrels haal. Want nou doen ze zo bang. Hé, hey, jongens! Ja, het is leuker als u wat korrels haalt. Haal hem even korrels, ja. Ze haalt even korrels, dan wachten wij even tot ze terug is met de korrels. Zal ik eens wat laten zien? Dat ik hoop tenminste wil dat laten het zien? Lukt. Want meestal rennen... Kom maar, ga maar rennen. Kom maar, kom maar. Plekkie, kom. Kom maar. Kom nou. Ik ben er niet ondersteboven van deze truc, als ik eerlijk ben. Mevrouw Schrijver! Mevrouw Schrijver! Mevrouw Schrijver! We moeten er vandoor! Kamer is dit. Het ging zo goed, hè? Het zijn maar bepaalde momenten van de dag dat ze goed is, die schrijver. Het is zo, ik zou maar zeggen, tussen 7:30 en 8:00. Dan is ze op de best. Dit is een slechte tijd voor Loretta. Ik zeg, we moeten niet 's middags gaan naar het ritsen. Ah, leuk. Heb ik ze leuk was dat. Ja, dat was heel leuk met die bord. Dat zie je niet veel. Nee, dat zie je niet veel, volgens dit soort. Mij is dat bijzonder. Ja. Kijk. Ja. En nou komt Blackie ook dichterbij. Ach, wat leuk. Wat leuk. En heeft u ze dat zelf geleerd allemaal? Ja. Ja. Loretta, we zitten hier nou even met de honden. Want het leuke is, dat vertelde je net ook, dat de honden kennen ook heel veel trucjes. Natuurlijk leuk ook in verband met het programma met de Animal Tricks. Want jij hebt ook dieren die leuke dingen kunnen. Ja. 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 Nou, die gaan we even Snoet, bekijken. Snoet, kom hier. Als voorbeeld voor u thuis ook. Snoet. Die denkt van, oh, dat kan mijn hond ook. Snoet. Kan u insturen natuurlijk. Snoet. Kom. Snoet. Zit. Ja. Zit. Ja. Zit. Ja. Zit. Ja. En Schobby ook zit. Braaf, braaf. En balletje, hè? Balletje. En blijf. Blijf. Kijk, dan gooi ik het balletje. Blijf. Blijf is zo zitten. Nou, ik wil die nou nog wel eens andere honden zien als je het balletje gooit. Nee, zit. En ga maar pakken.
Nee, balletje. Zoek balletje. Ik heb er misschien weer iets te lang over gedaan. Ik kan het korten. Kom maar hier. Nou, toch wel. Moet ik het nog een keertje doen? Is het niet te veel moeite? Het ging zo snel. Ik denk dat de mensen thuis het misschien niet goed konden zien. Je kan het natuurlijk wel in het op zo langzaam afdraaien. Maar het is mooier als we het misschien nog een keer live zien. Hè? Dan moeten de mensen maar thuis goed opletten of het zelf opnemen. Dat u het terug op uw gemak terugkijkt. Dat u denkt, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Ongelooflijk. En heeft u daar lang over gedaan om ze niet te leren? Is Martin Gauss daarbij geweest? Hoe was zijn reactie toen u dit zag? Ik vond het erg knap. Ik vond het erg knap. Ja, nou, ik begrijp het niet. Anders doen ze... Maar dat heb je altijd met die beesten, hè? Dat is ook met pratende papegaaien zo. Ja, die doen het dan ook ineens niet meer. Nou, ga nou eens dat balletje pakken. Laat eens zien. Ja, doe nou. Doe nou eens zo stom. Pak jij maar dat ding. Ja.